Hey, welkom bij een nieuwe podcast Natuurgeneeskunde en Kruiden. Ik ben Ona. En in deze podcast, zoals de titel al zegt, wil ik het hebben over een nachtrust. Een goede nachtrust. Want ik krijg er best wel vaak vragen over. Het komt ook wel voor in mijn praktijk. En niet zozeer als hoofdklacht dat mensen slecht slapen. Of, althans, dat gebeurt ook wel eens. Maar meer... dat het een iets is wat er ook aan de hand is, zeg maar. En een goede nachtrust is zo ontzettend belangrijk voor je gezondheid. En voor je rust natuurlijk. En voor de regeneratie van je lichaam. Want in de nacht regenereert ons lichaam. En daarin is slapen en rusten daarbij ontzettend belangrijk. Dus ik dacht... Volgens mij heb ik hier nog nooit echt een podcast over opgenomen. Wel eens volgens mij over kruiden voor een goede nachtrust. Dus het is sowieso ook een blog. Dus dat zal ik wel even hieronder linken. Ik ga sowieso ook wel wat kruiden noemen natuurlijk. Maar wat er eigenlijk... Het is een veel groter plaatje, goed slapen. Het heeft met heel veel verschillende factoren te maken. En... Ja, het is een inkoppertje natuurlijk, maar stress is een van de belangrijkste redenen waarom mensen slecht slapen. Wat dus niet goed is voor een fijne nachtrust. Dus, maar goed, om eventjes stress te gaan fixen, als dat heel makkelijk was, dan hadden heel weinig mensen stress. Dus dat is niet zo heel erg makkelijk. En ook dat hangt hier van heel veel verschillende factoren af. Maar... wat een van de belangrijkste dingen is en waar ik mijn cliënten ook altijd in meeneem, al noem ik het niet altijd zo, maar dat heeft hier wel mee te maken, is een hele goede avondroutine. En goed, tussen aanhalingstekens, want wat goed is, is voor iedereen anders. Dus ik dacht, ik ga in deze podcast gewoon mijn avondroutine delen en wat tips die ik niet per se zelf altijd doe, want ik ben een van mijn slechtste cliënten. Als ik mezelf zou behandelen, zou ik echt heel slecht, een hele slechte cliënt zijn. Maar inmiddels ben ik er ook wel achter dat een vaste routine voor mij niet werkt. Ik ben heel erg wisselend daarin. En wat ik wel altijd doe, is zorgen dat ik 's avonds rust heb. Dus een uur voordat ik ga slapen, geen telefoon meer, zoveel mogelijk. Gebeurt ook echt niet elke dag hoor. Soms kijk ik echt nog wel op mijn telefoon. En soms ook nog op mijn werkmail. En als er dan net toevallig een mailtje binnenkomt waar ik wat stress van krijg, dan slaap ik natuurlijk ook niet goed. Dus bij tip 1, doe dat niet. Maar goed, weet je, het zijn vaak ook inkoppertjes, dit soort tips. En het gaat hem erom dat we het doen. En ik ben voor mezelf eigenlijk de afgelopen jaren echt weer een routine erin aan het brengen. En waarvan ik dus ook merk dat echt een vaste routine voor mij niet werkt. Maar ik heb wel een routine. En dat is zo mooi. Als je in cyclussen denkt en in werkt, dan zie je dat cyclussen ook door elkaar heen kunnen lopen. En een routine is ook een cyclus. En mijn routine in de zomer is anders als nu in de herfst zitten of straks in de winter... Of als we van de winter weer naar de lente gaan. Want dan is de energie ook heel anders. Het is nu op dit moment, het is 10 oktober dat ik dit opneem. De dagen worden korter. Nou, over een paar weken gaat de klok achteruit. Dus dan wordt het nog eerder donker. Het is 's ochtends nu ook wat later licht. Dat verandert straks natuurlijk ook wel. Dat heeft allemaal invloed. Dus verwacht ook niet van jezelf. Dat is denk ik wel een van de belangrijkste tips. Verwacht niet van jezelf dat je moet voldoen aan een bepaald protocol. Ook wat ik nu in deze podcast met je deel. Het zijn deels tips die ik natuurlijk ook gewoon aan mijn cliënten geef. Waarvan ik uit ervaring weet dat dit werkt. Maar ik zal ook mijn eigen ervaring delen en mijn eigen routine. En neem die niet klakkeloos over. Gebruik dat inspiratie. Pak er wat uit. Doe hetzelfde, maar ga vooral dan ervaren, maar hoe werkt dit voor mij? En kan ik het net zo even iets anders buigen, waardoor het voor jou wel werkt? Maar het begint erbij om tijd te maken voor je avondroutine.
En tijd te maken voor je avond. En dat is voor heel veel mensen, zeker als je kinderen hebt, natuurlijk al wat lastiger. Omdat de avond daar soms ook door bepaald kan worden. En dan zit het hem er ook in dat je daarin bij jezelf kan blijven. En niet in de stress gaat van, oh god, nou is mijn avondroutine verziekt. En dan gebeurt er van alles. Dus daarin is het ook echt heel belangrijk om bij jezelf te blijven. En in het begin, voordat je überhaupt je routine weer onder de loep gaat nemen. Want we hebben allemaal een routine. Hè? Ook al is die routine niet gezondmakend, het is een routine. Dus om je routine onder de loep te nemen en te kijken, hey, hoe werkt dat voor mij en waar word ik blij van en waar word ik niet blij van? En net zoals dat ik heel vaak aangeef aan cliënten om hun cyclus bij te houden en hun energielevel bij te houden, kun je ook je slaapritme bijhouden. En daarin dus bijhouden hoe je de avond hebt doorgebracht. Je kan er ook nog je voeding in meenemen, want voeding is heel belangrijk hierin. Wat heb je gegeten? Wat heb je in de avond gedaan? En hoe ben je in gaan slapen? Heb je makkelijk in kunnen slapen? Heb je door kunnen slapen? En hoe werd je 's ochtends wakker? En je kan hem dan ook nog met je hele cyclus mee pakken, maar dat hoeft helemaal niet. Je kan ook gewoon alleen dit stukje krijgen om te zien of er een patroon in zit. Om te zien of je bijvoorbeeld altijd op zondagavond slecht slaapt, omdat je maandag weer naar je werk moet en eigenlijk helemaal niet gelukkig bent op je werk. Ik noem even een dwarsstraat, hè. En dat je door de week dan slecht slaapt en naarmate de donderdag nadert en de vrijdag, dan slaap je weer goed. Dat zijn gewoon basale patronen die heel veel voorkomen. En dan kun je nog zo hard aan je routine werken om te zorgen dat je goed slaapt. Maar als er aan de onderliggende oorzaak niks gedaan wordt, zal het slapen wel iets verbeteren. Ja, dat is met alles eigenlijk wat ik in de podcast vertel als je over een klacht hebt. Als je aan de oorzaak niks doet, dan is het heel lastig om iets te veranderen. In dit geval om beter te kunnen slapen. Hey, maar het kan talloze oorzaken hebben. Maar door het bij te houden, en dit moet je echt wel even een poosje doen. En een poosje is een maand, 2, 3, 4 maanden, 5 maanden, liefst nog langer. Want dan ga je echt patronen erin zien. En dan kan je al in ondertussen dingen gaan aanpassen en dingen gaan tweaken voor jezelf. Dus dat is mijn eerste tip. Als je echt niet helder hebt waardoor het komt en dat het heel wisselvallig is, ga het bijhouden. Want dat geeft zo ontzettend veel inzicht. Voeding heeft hier een belangrijke rol in. Alcohol heeft hier een belangrijke rol in. Koffie heeft hier natuurlijk een belangrijke rol in. Maar denk ook aan gemberthee. Echt oppeppende theeën kunnen ook echt zorgen dat je veel minder goed slaapt. Ik moet bijvoorbeeld 's avonds, of eigenlijk zo, het is nu toevallig dat ik dit opneem, 4:30. Nou, rondom deze tijd moet ik echt geen gemberthee meer drinken. En ook niet 's avonds. Want dan, volgens mij heb ik het van de week ook in de podcast verteld. Want dan sta ik te stuiteren in bed. Lig ik te stuiteren in bed. Dus ik begin nu al rond deze tijd, 4:30, met rustgevende kruiden. Volgende tip, met rustgevende kruiden, om te zorgen dat ik alvast vanuit de aanstand waar ik nu nog steeds in zit, en nou, ik werk nog wel een paar uurtjes door, dat ik straks als ik klaar ben met werken, nou dat zal rond 5:00, 6:00, 6:30, 7:00 zijn. Ik kijk wel wanneer ik wissel dat meestal een beetje af wanneer ik stop, tot wanneer het klaar is of tot wanneer ik geen zin meer in heb. Dat is het voordeel van ondernemer zijn. Of het nadeel. Ik begin nu al met rustgevende kruiden. Dus ik heb nu vervenne thee. Nou, straks als mijn pot leeg is, gaat er iets van citroenmelissen in. Of kamille, lavendel, soort valeriaan. Zodat ik daarin in mijn systeem al in de rust kom. Hop is ook een fijn kruid om in te zetten. Haver. Zodat het zenuwstelsel, wat de hele dag aan heeft gestaan, ik ben de hele dag actief geweest. Vandaag heb ik grotendeels achter de computer gezeten, dingen geregeld. Ik zorg tussendoor al dat ik veel naar buiten ga. Dus ik heb vanochtend even boodschappen gedaan. Ik heb net een stukje gewandeld. Lekker even de zon nog op mijn gezicht gehad. Dat zorgt er al voor dat je veel meer in de rust komt.
Dus door de dag heen al veel meer rustmomenten inbouwen. En ook als je gewoon in loondienst werkt, kan dat. Ik deed dat ook toen ik in loondienst werkte. Want ik had, dat is al heel lang geleden, niet bij mijn laatste baan. Maar mijn baan daarvoor had ik een collega die rookte. En ze was de enige toen de tijd. En, of althans bij ons in de winkel. En zij had elke keer pauzes, terwijl wij met de rest allemaal gewoon doorwerkten. En toen heb ik op een gegeven moment ook een soort van rookpauze, tussen aanhalingstekens, ingelast. Om eventjes 5 minuten naar buiten te gaan, om even de frisse lucht op te snuiven. Dan was dat midden in het centrum van Amsterdam, dus het was vrij weinig frisse lucht. Maar om even achter mijn computer vandaan te zijn, om even van mijn werk weg te zijn. En dat heb ik eigenlijk, dat soort dingen schieten er ook veel bij in. Maar dat heb ik altijd wel, ook in mijn werk daarna, ben ik dat blijven doen. En om even een theepauze, maar dan ook echt gewoon alleen even thee te drinken. En niet naast mijn computer te hebben en ondertussen een kopje thee te drinken. Dat had ik natuurlijk ook, maar echt even 's ochtends en 's middags echt even een pauze, los van de lunchpauze. Om even daar weg van te zijn, want dan kan je zenuwstelsel ook tot rust komen. En daarna ben je ook veel productiever. Maar goed, nu ik voor mezelf werk, kan ik dat natuurlijk allemaal zelf inbouwen. En doe ik dat ook. Dat is nu gewoon echt een automatisme. Na 1,5 uur werken stop ik gewoon eventjes. Ik kan het ook niet meer urenlang achter de computer zitten en doorbikkelen. Dus dat... ik kan het niet meer en ik wil het ook niet meer. Dus dat kun je al gedurende de dag doen. Dus weet je, ook al ben je gewoon thuis, ga niet aan 1 stuk door. Maar zorg ook dat je stil bent. En dan niet op je telefoon scrollen of een videootje kijken of weet ik veel wat doen. Maar echt even stil zijn met een kopje thee of een kopje koffie of een matcha latte of wat je ook lekker vindt. Echt even dat momentje voor jezelf. Dat geeft al zoveel rust. En dat draagt echt bij aan je nachtrust. Dus goed, bij mij begint dat al, zo einde van de middag. En dan in de avond. Kijk, ik woon alleen, dus ik heb daarin ook natuurlijk weinig andere dingen dan dat ik hier heel veel tijd en ruimte voor mezelf in kan maken. Dat is echt totaal anders als je niet alleen woont of een gezin hebt. Of het minder fijn vindt om alleen te zijn. Want je kan wel alleen zijn. Maar ik vind dat heel fijn. Maar als je dat minder fijn vindt en je daar niet fijn en gelukkig bij voelt, is het natuurlijk ook weer een ander verhaal. Dus kijk daarin wat voor jou past. Maar wat ik zelf heel fijn vind om te doen, is om lekker te lezen. Om echt te zorgen dat mijn prikkels zoveel mogelijk verminderen. Je kan voetenbadjes nemen. Heerlijk met dit weer. Als het weer wat kouder wordt. Of in de zomer doe ik het ook vaak. Maar dan als het 30 graden is met wat kouder water. Of koud water. Maar nu lekker met warm water. En lekker de voeten erin doen. Zodat je op die manier ook echt je dag kan loslaten. Dat je je dag, al die energie aan de aarde kan geven. Of aan het water in dit geval kan geven. En dat als je je water weggooit. Ik doe dat altijd door de wc. En dan bedank ik het water ook. En dan geef ik ook letterlijk alles wat van die dag wat los is gekomen. Want een voetenbadje is ook heel reinigend voor je lichaam. Zeker als je daar wat zout in doet. Gewoon Keltische zeezout, Himalaya zout kun je daarin doen. Epsom zout kan ook, maar dat is eigenlijk geen echt zout. Dat is, daar zitten veel meer andere stoffen in. Dus ik zou echt voor het reinigen van je systeem gewoon Himalaya zout of Keltische zeezout gebruiken. En als ik het water dan weggooi, dan geef ik ook de intentie mee dat alles van die dag wat dan in het water zit, dat gewoon afgevoerd mag worden en teruggegeven mag worden aan de aarde. Ik woon op 2 hoog, dus ik ga niet met mijn bakkie water daarna nog de deur uit naar beneden en het in de tuin weggooien. Want dan wordt het de gemeentetuin en dat doe ik niet. Maar als je een tuin hebt, dan zou je natuurlijk ook gewoon het water in de aarde kunnen, over de aarde heen kunnen gooien. Omdat je het dan ook letterlijk aan de aarde geeft. Maar goed, door de wc of door de grote steen kan ook.
Dus dat, voetenbadjes. Het opschrijven hoe je je voelt, maar ook het opschrijven van de dag. Ik heb laatst een podcast gemaakt over een dankbaarheidsoefening. Dit is ook echt iets, een hele mooie oefening om bij jezelf te komen, in de rust te komen, in een positieve vibe te komen. Om te voelen waar je dankbaar voor bent geweest voor die dag. Om even de dag de revue te laten passeren. Naar alle momenten, mooie momenten te kijken. En ook al lijkt het dat er geen mooie momenten geweest zijn, die zijn er altijd. Ik heb net buiten gelopen. Het was echt heerlijk weer. De zon scheen. Het is natuurlijk herfst. Dus de bomen zijn allemaal aan het verkleuren. Dus het was echt prachtig. Ik kwam nog mensen tegen. En een man uit die groepje mensen zei dat ik een hele mooie jas aan had. Dus nou, weet je, dat zijn allemaal van het gebeurt ook niet elke dag. Maar weet je, dat soort momentjes. Het zit hem ook in het kleine. En met dat je steeds meer naar die kleine geluksmomentjes kan kijken. Of dat je genoten hebt van het eten. Weet je, er is zoveel op een dag. Maar het gaat ook over het je focus daarop leggen. En ook als je minder fijne dingen hebt meegemaakt. Om te kijken van, hé, maar wat is er wat ik ervan kan leren? Wat is er goed gegaan? Is dit allemaal van mij of is het van een ander? Weet je, ik had laatst ook dat er iets vervelends gebeurde. En dan schiet ik ook gelijk weer in een oud stuk met dat ik iets niet heb goed gedaan. Maar als ik er dan even mee ga zitten, dan komen er ook andere stukken bij. Want het is altijd een wisselwerking tussen mensen. Dit was iets met iemand anders. Dus het is altijd een wisselwerking. En dat je daarin ook naar je eigen stukken kan kijken, maar ook naar het geheel met elkaar. En daarin zijn ook weer stukken waar je dankbaar voor kan zijn. En door het op te schrijven, en daar kun je ook van over journalen, weet je, je kan daar een stukje over schrijven voor jezelf, en hoef je echt geen uren tijd voor te maken. Maar het zorgt dat je systeem leeg wordt. Schrijven is ook echt heel helend. Je hoeft niet eens een dankbaarheidsoefening te doen, maar gewoon even je dag opschrijven of hoe je je voelt opschrijven. Of je pen op het papier zetten en je hand het werk laten doen. Doe dit wel gewoon schrijvend, niet typend op je computer of je telefoon, want daar heb je die verbinding niet met je hart. Maar als je schrijft met je hand, heb je die verbinding wel. Kan je het altijd nog even doorlezen en En het loslaten. De dag daarmee loslaten voor jezelf. En zeker als je niet goed inslaapt of niet goed doorslaapt, is het echt belangrijk om hier tijd en aandacht aan te besteden. Ik begin altijd, ik begin altijd een uur voordat ik naar bed ga, maar ik heb niet echt. Ik heb altijd rond 9 uur, ik ga vroeg naar bed. Ik ga rond 9 uur, begint het een beetje in de zin van dat ik nog even voor de katten zorg en mijn ontbijt klaarmaak. En dan mijn make-up eraf haal als ik dat nog niet heb gedaan. Of make-up, mascara heb ik op, maar goed, dat haal ik er wel af. En mijn gezicht schoonmaak. Tanden poetsen, nou dat soort dingen. Dus daar meestal rond 9 uur, 8:15 of zo, dat wisselt een beetje. Soms 8:30 als ik echt heel moe ben. Dan doe ik dat. En dan ga ik meestal, als alles gewoon klaar is, naar bed. En dan lees ik vaak nog wat. Dus dat zorgt voor mij ook om echt tot rust te komen. Om nog eventjes in een andere wereld te zitten. En dat is dan wel vaak gewoon een feel-good boek. Ik hou niet zo van die feel-good boeken. Het is meer, ik bedoel meer een gewoon een leesboek, gewoon wat je leuk vindt om te lezen. Maar het zijn voor mij geen zware, heftige verhalen. Die lees ik vaak niet voordat ik naar bed ga, tenzij het echt een heel goed boek is. Maar hele treurige verhalen, dat lees ik niet, want dan kom ik weer in een andere staat van zijn. Dus ik lees, of van die waar gebeurde verhalen en zo, dat lees ik ook niet. Maar meestal lees ik fantasy of een meestal fantasy denk ik wat ik lees.
Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal wat ik lees. Maar het gaat erom dat het geen zware kost is. Dat ik daarin gewoon in de ontspanning en in de rust kan zijn. Als dat voor jou een tijdschrift is, is dat een tijdschrift. Of een, weet je, het kan ook wel eens een zelfhulpboek zijn. Om daarin in die modus te komen. Ik denk dat dat, los van de kruiden, want daar ga ik zo even op nog wat uitgebreider op komen, dat dat het belangrijkste is om echt te zorgen dat je je avond afbouwt. En niet vanuit die stress van de dag, van het eten koken, van alles wat er gebeurt, om daarin naar bed te gaan. Want dan ga je in die stress slapen en dan staat je hele zenuwstelsel staat paraat. En dan is het gewoon bijna onmogelijk voor je lichaam om in die rust te komen. Tenzij je zo oververmoeid bent, dat je als een blok in slaap valt. Maar dan kan het ook zo zijn dat je niet uitgerust wakker wordt, omdat die stress nog heel erg in je systeem zit. Wat ik overigens, daarna ga ik naar de kruiden toe, maar wat nog wel even belangrijk is, wat ik ook altijd doe, is mijn energieveld schoonmaken. Ik heb hier van de zomer, geloof ik, een podcast over opgenomen. Maar wat ik altijd doe is, daar helpt een voetenbadje bijvoorbeeld bij, maar als ik niet een voetenbadje doe, dan doe ik dat energetisch, dan reinig ik mijn veld. Je kan dat bijvoorbeeld ook met Palo Santo of met salie doen, of met bijvoet. Om te smutsen. Maar wat ik meestal doe is ik moet even goed zeggen wat ik precies doe. Dus ik zie het nu even weer voor me. Ik vraag altijd de witte goddelijke vlam vraag ik in mijn veld. Dus het is van de goddelijke moeder, Divine Mother. Die vraag ik in mijn veld. Dat is een helder kristalwitte vlam. En die komt vanuit boven door je kruinchakra, door je ruggenwervel, helemaal naar beneden, door je chakra's, naar de chakra onder je voet. En uiteindelijk je aardechakra. Die zit ongeveer een meter onder je voeten. Armlengte een meter onder je voeten. In de aarde. Daar veranker ik hem mee. En vanuit daar maak ik een verbinding met moeder aarde. Dus dan ga ik naar de piramide van de aarde. Daar veranker ik mijn energie. Dus de goddelijke energie, maar ook de aarde energie. En die breng ik dan weer mee omhoog. Daarbij wordt alles uitgezuiverd wat niet van mij is. En ga terug naar de rechtmatige eigenaar. Dus als ik in contact ben geweest met mensen. Zoals net wat ik zei over het compliment van mijn jas. Je hebt daarin, ook al is het heel leuk en spontaan. Je hebt een uitwisseling. En leuke uitwisseling kun je natuurlijk altijd houden. Maar er zijn ook uitwisselingen die je bewust of vooral ook onbewust hebt, waarbij de energie kan aanhaken. Ik heb bij ons in het park gelopen en het was natuurlijk mooi weer, dus ik ben heel veel mensen tegengekomen. En je kan op het moment dat je elkaar passeert, raken de energievelden elkaar en dan kun je gewoon dingen overnemen. En dat gebeurt dagelijks. En door die vlam in te zetten, zuivert dat. En haal ik daarmee ook mijn eigen energie terug. Want het is dat, en we zijn vaak op gefocust dat we heel veel van anderen oppikken, maar wij spreiden net zo goed onze energie als we dat van anderen oppikken. Dus je haalt daarmee ook je eigen energie terug. Ook als je net even wat minder lekker in je vel zit, verspreiden we dat ook. En dat haal je daarmee ook gewoon terug, omdat het je eigen energie is. Als het een ander raakt, dat is helemaal niet erg. Ik bedoel, daarvoor zijn we hier op aarde, om met elkaar daarin een uitwisseling te hebben. Maar we hoeven niet de zorgen van een ander op te gaan lossen en de ander dat van ons ook niet. Of mee te liften op andermans energie. Er gebeurt heel veel in de energetische uitwisseling. Maar door de vlam neer te zetten, maak ik mijn veld schoon en haal ik mijn eigen energie terug. Is het gewoon schoon. En daarbij zet ik ook altijd een blauwe piramide van aartsengel Michael om me heen om het te beschermen. Ook voor de nacht, want in de nacht kan er ook van alles gebeuren. En
dan voelt het gewoon heel schoon. En hè, er kan van alles gebeuren, daar hoef je helemaal niet bang te zijn. Er hoeven geen nare dingen te zijn. Maar het is gewoon fijn, zeker in deze tijd waarin ons energielichaam zo aan het expanderen is, is het gewoon fijn en belangrijk om daar zorgvuldig in te zijn. En net zoals dat ik mijn gezicht was voordat ik ga slapen, of soms douchen, meestal douche ik 's ochtends, maar soms ook 's avonds. Zeker ook trouwens als ik niet helemaal lekker in mijn vel zit of denk wat is er aan de hand. Of na een hele lange werkdag dat ik echt moe ben, dan wil ik ook nog wel eens gewoon even extra gaan douchen om mezelf helemaal schoon te spoelen. Dat is dan een hele heel groot voetbad, een lichaamsbad. Ik heb geen bad, maar dan wordt het een douche. Om echt even mijn vel schoon te maken. En dat helpt ook vaak. Om gewoon weer even bij mezelf te komen. Ook dit heeft helemaal niks met andere mensen te maken die ik heb gezien die dag. Het heeft gewoon echt alles met mij in dat geval te maken. Dat ik gewoon even wat extra's nodig heb om weer in mijn eigen energieveld te komen. En daar is het. Is je energieveld energetisch van reinigen ook gewoon een stukje vanuit mijn hygiëne wat ik doe. En sinds dat ik dit doe, ik doe dit nu nou zo strikt, of strikt, ja, zo grondig als dat ik het nu doe. Ik denk een half jaar, misschien iets langer. Ik denk 3/4 jaar. Daarvoor deed ik het ook al maar wat minder, dan deed ik het niet zo vaak als dat ik dat nu doe. Nu doe ik dat echt 2 keer per dag, 's ochtends en 's avonds. Maar ik merk echt verschil dat ik veel beter in mijn eigen energieveld kan zitten. Dat ik veel beter mezelf kan voelen. Dat ik veel energieker wakker word. Ik heb nooit echt problemen met inslapen of doorslapen. Maar wel dat ik vaak heel moe wakker werd. Nou, dat is hiermee echt stukken verbeterd. En of stukken verbeterd, het is gewoon over. Ik word gewoon energiek wakker. Dus het is heel erg belangrijk om dat te doen. Om daarin je energetische veld helemaal op te schonen. Voordat je gaat slapen. En ik doe dat ook 's ochtends als ik wakker word. Om de dag ook weer te starten. Om mijn energieveld neer te zetten en te beschermen eigenlijk. Dus dat nog even. En dan nu de kruiden. Ik ben al 27 minuten bezig. Maar toch ook nog even de kruiden. Want dat is natuurlijk ook waar deze podcast over gaat. En ik heb er al een aantal genoemd. En wat het belangrijkste is met kruiden. Is dat je 1 of meerdere kruiden. Je kan een mengsel maken. Ik vind kamille en lavendel is echt mijn favoriet. Dus dat drink ik best wel veel. Maar dat je kruiden... kruidenthee 's avonds drinkt wat kalmerend is. Dus met kalmerende kruiden werkt. Met sedativums, zoals dat in vaktermen heet. Spasmolyticums, ontkrampende kruiden. Maar sedativums zijn kalmerende kruiden. Dus die echt tot rust brengen. En die je in je lijf brengen. Denk aan passiebloem. Passiflora incarnata is de Latijnse naam van passiebloem. En... incarnata betekent in het vlees brengen, betekent incarneren. Dus wat passiebloem doet, is je in je lijf brengen. Dat is heel fijn als je gaat slapen, dat je in je lijf zit. Want dan zit je namelijk niet in je hoofd. Want wat over het algemeen aan de hand is, met als we niet goed slapen, zitten we in ons hoofd. En dat hoofd is aan het malen en dat gaat maar door. Misschien hoor je wat ruis trouwens op de achtergrond, want mijn katten zitten om me heen. Die willen ook aandacht. Maar dat hoofd blijft maar malen. En dat gaat maar door. En dan zit je niet in je lijf. Maar dan zit je in je hoofd. En over het algemeen in zo'n 5% van je hoofd. En de rest van je lichaam doet niet echt mee. En wat passiebloem doet. Is je in je lichaam brengen. Even wachten. Raar. Niet op de computer. Sorry. Wat passiebloem doet, is je in je lijf brengen. Dus het is een hele fijne thee om 's avonds te drinken, zodat je in je lichaam komt. En heb je nou tegen 1 of de andere kruiden die ik noem een bepaalde aversie, of als je dat drinkt, denk je, getverdemme, dan kan er een bepaalde weerstand in je lichaam wakker worden. En dat kan zijn dat je het gewoon niet lekker vindt. Dat je lichaam het niet nodig heeft. Maar zeker als je wat slechter
slaapt of wat lastig kan inslapen, kan het maar ook zo zijn dat je het juist nodig hebt, maar dat er iets in je lichaam een beetje tegengas geeft. En dat kunnen we dan ervaren als dat we het niet lekker vinden. Of ik heb wel eens in een les gehad, dat was met een ander kruid, maar dat iemand echt, een van de vrouwen, echt walging voelde bij een kruid, terwijl haar buurvrouw het hartstikke lekker vond. Maar dat betekent vaak dat er iets in je systeem in opstand komt en het liever niet wil innemen, want dan moet het in beweging komen. En dat is het stukje wat eigenlijk voor wat meer werk vraagt. Hè. Dan zou ik echt adviseren om naar een kruidengeneeskundige te gaan, om je hiermee te helpen, of bij een natuurgeneeskundige, omdat je dan tegen je blokkade aanloopt. En er is dus een reden waarom je niet goed kan slapen. En die heb je dan haarfijn met zo'n kruid eruit gepikt. Maar hoe je daar dan vervolgens een vervolgstap in kan zetten om wel goed te kunnen slapen, dat is lastig. En om dat zelf te doen, en daar is echt hulp bij nodig van iemand anders die er objectief naar kan kijken. Die ook goed kan aanvoelen, is dit echt weerstand omdat dit kruid gewoon geen goed kruid voor je is? Of mag je ergens doorheen bewegen? Of is het belangrijk om eerst even met een ander kruid of een ander recept een andere beweging te maken, zodat je vervolgens passiebloem of wat voor kruid dan ook kan innemen? En wat gebeurt er waarom je niet kan slapen? Hè? Want dan kom je in een heel psychosomatisch stuk waarin het belangrijk is ook om te kijken naar de reden waarom je niet goed kan slapen. Dus houd het in je achterhoofd. Als je weerstand voelt op een kruid, dan kan dit zijn. Dat hoeft niet, maar dat kan wel. En ga dan niet zelf denken van, oh ja, ik voel wat weerstand, dus ik duw het er gewoon door en ik moet dit gewoon drinken. Want dan kan je jezelf ook in ontzettend veel processen brengen waar je niet op zit te wachten. Wat ook heel lastig is om dit zelf te managen. Dus wees hier zorgvuldig in. En dit kan ook echt met een kopje thee. Daar hoef je niet een hele hoge dosering voor binnen te krijgen. Wat ook nog een kanttekening is medicatiegebruik. Maar dat weet je, al mijn gratis podcasts sowieso zijn informatief en om je te inspireren. Maar check alles goed of dat kan met medicatie die je eventueel gebruikt of andere dingen die je gebruikt. En de pil is ook medicatie of een spiraaltje. Ik zeg het er altijd maar even bij, want heel vaak dan wordt dat eigenlijk niet als medicatie gezien, maar dat is het wel gewoon. En dat kan een tegenreactie geven. Dus passiebloem is een van de kruiden. Citroenmelissen had ik al even genoemd, maar wat citroenmelissen heel mooi doet, is balans brengen. Dus als je te veel naar buiten gericht bent, te veel aanstaat, kan citroenmelissen je echt een hele mooie uitnodiging geven om meer in je lichaam te zakken en tot rust te komen. Andersom werkt het ook. Dat is het mooie aan citroenmelissen. Dat als je iets meer in beweging zou mogen komen, dan doet citroenmelissen dat ook. Maar goed, dat is niet in deze podcast aan de hand. Aan deze podcast is het juist over het algemeen dat je vanuit die actieve stand naar de rustigere stand mag gaan. Citroenmelis is echt een heel fijn kruid. Lavendel is, nou ja, wat ik er straks al zei, is één van mijn favorieten. Lavendel brengt ook echt tot rust. Brengt je diep in jezelf. Maar, ik moet hier wel een kanttekening bij zetten, niet bij iedereen. Het kan ook echt oppeppend werken bij mensen. Ik heb het wel eens meegemaakt. Of meerdere keren zelfs bij mensen. Een beetje een criteria wat ik vaak wel aanhaal, of wat ik heel vaak hoor in mijn praktijk als ik lavendel aan mensen wil geven als tinctuur. Dan vraag ik altijd van, gebruik je wel eens lavendel? Ja, ik vind het heerlijk. Ik brand het elke dag in een brandertje of in een diffuser. Dan weet ik dat ze er tegen kunnen. Of als ze het als douchegel gebruiken of iets dergelijks. Dan weet ik, oh ja, mensen kunnen er tegen. Maar soms heb ik ook wel dat mensen zeggen, oh, ik vind die geur echt verschrikkelijk. Dan weet ik dat ze er niet zo goed tegen kunnen. En dan is dus de vraag van, hey, mag je juist deze kant op bewegen? En heb je het nodig? Of is het gewoon een kruid dat niet bij je past? En lavendel is een heel sterk leverreinigend kruid. Een choleraticum en een cholagogum. Dus dat zijn kruiden die heel sterk over de lever en de gal reinigen. En daar moet je ook vaak mee oppassen.
kan niet iedereen handelen. Dus lavendel is heel fijn. En ik doe dat zelf als ik thee maak van kamille en lavendel. Doe ik echt maar een heel klein beetje lavendel erin. Gewoon voor de smaak en ook een beetje voor de beweging. Maar ik vind vooral met thee de smaak het belangrijkste. Want ik moet er wel 's avonds lekker van kunnen genieten van een kopje thee. Dus en als je heel veel lavendel in je thee doet, dan vind ik het ook niet. Dan smaakt het ook heel bitter. En dat vind ik zelf niet lekker. Weet je, als je dat heel lekker vindt, doe dat vooral. En je kan er goed tegen. Maar daar kun je ook nog een beetje mee spelen met de hoeveelheid. Maar als je het bloemige al niet lekker vindt van lavendel, laat die dan lekker achterwegen. En kies andere kruiden. Hop is één van de kruiden die je dan zou kunnen kiezen. En hop kennen we natuurlijk van bier. Maar hop is echt een vrouwenkruid. Heeft een oestrogene werking. Brengt heel erg tot rust. Maar op een hele andere manier als lavendel. Brengt heel veel zachtheid, heel veel koestering in je lichaam. Net zoals dat haver dat doet. Avena sativa. Je kan haverthee drinken of haverstroothee kun je drinken. Het is heel zacht. Je moet een beetje houden van de smaak. Maar ook haver is een sedativum, net zoals dat hop dat is. Het brengt echt tot rust. Kamille had ik natuurlijk al eventjes genoemd. Is denk ik wel de meest bekende. En kamille is ook een carminativum. En is heel fijn om na het eten te drinken. Omdat het ook helpt bij de vertering van het eten. Dus dat is een van de redenen. Ik vind het heel lekker om na het eten te drinken. Omdat het ook eventueel opgeblazenheid in je buik. Ik heb daar eigenlijk geen last van. Ik moet zeggen, nu weer wat terug ben uit de vaste week. En mijn spijsvertering weer aan het wennen is aan eten. En ik ben steeds weer wat andere dingen aan het toevoegen. Omdat ik niet helemaal plain wil eten. Dat ik ook niet meer uit eten kan en zo. En geen taartjes meer kan eten. Dus ik ben langzaamaan wat dingetjes weer aan het toevoegen. En ik merk dat mijn spijsvertering daar heel erg op reageert. In opgeblazenheid en al dat soort dingen. Dus dan drink ik veel kamille. Om dat een beetje te ondersteunen. En mijn spijsvertering daarin te helpen. En kamille brengt natuurlijk ook tot rust. En zorg voor die koestering. Je kan deze kruiden, ik had het straks over een voetenbadje, maar kun je ook in je voetenbadje doen. Kan met zout, kan met kruiden en met zout, net wat je fijn vindt. Want dan werkt het ook via je huid. Valeriaan, ik wou zeggen, ik had er nog één. Valeriaan is in dit rijtje wat ik heb genoemd, wel een van de meest krachtige, want valeriaan is een hypnoticum. En dat brengt echt tot slaap eigenlijk. En valeriaan wordt ook wel in suppletie verkocht als zijnde slaapmiddel. Maar ook hiervoor geldt, valeriaan heeft een hele aparte muffige geur. Kan een beetje naar oude zweetsokken ruiken. De smaak is gelukkig niet zo. Het is een wortel. Van de valeriaan wordt een wortel van gebruikt. En het is, ja, je moet er van houden van de smaak. Want het is een bijzondere smaak. Ik vind het zelf heel lekker en ik drink het vaak. Daar heb ik ook een blog over geschreven met lavendel en citroenmelissen. Ik heb valeriaan al eventjes niet meer in huis. Dus ik heb het al een poosje niet meer gedronken. Maar dat brengt heel erg tot rust en kalmeert en zorgt eigenlijk voor de overgang van de dag naar de nacht. Want als je moeite hebt met in slaap komen, de slaap is een kleine dood, want je geeft je over aan je lichaam. En controle heeft hier vaak mee te maken. Vaak zijn we bang om de controle te verliezen. Met slapen, omdat we dan niet weten wat er gebeurt. En dit zijn vaak ook thema's wat lastig is alleen op te lossen en wat gewoon met begeleiding veel fijner is om dat op te lossen. Omdat je dan ook in die diepere lagen kan gaan kijken, wat gebeurt er nou eigenlijk? Want niets gebeurt voor niets. Ook al lijkt het simpel en eenvoudig, een slaapprobleem. En weet je, het is anders als
Als je gewekt wordt door de kinderen bijvoorbeeld. Hè? Het gaat er echt over dat je zelf moeilijk in slaap komt. Of zelf wakker wordt 's nachts en niet meer kan doorslapen. Het is ook wat anders als je wakker wordt om te plassen. Gaat plassen en dan weer gewoon normaal in slaap valt. Dat is ook niet slaapgerelateerd. Want dit is over het algemeen spijsvertering gerelateerd. Deze het inslapen en het doorslapen. Maar als je wakker wordt om te slapen, als je wakker wordt om te plassen, heeft meer met de nieren te maken. En, of met de urinewegen moet ik zeggen. Dus daarin zit net een andere nuanceverschil. Maar de criteria is wel, val je daarna over het algemeen weer makkelijk in slaap. En piekeren, zorgen maken, controle willen houden. Het zijn allemaal dingen die bij spijsvertering horen. Dus het slecht inslapen, het slecht doorslapen, vermoeid wakker worden, zijn allemaal spijsverteringsaspecten. Dus iemand bij mij in de praktijk zal ik natuurlijk kruiden geven voor het slapen, maar ook aan spijsvertering werken. En aan de vertering werken, letterlijk, van hoe verteert iemand emoties en gedachtes. En pik je alle signalen van de buitenwereld op en wil je voor alles en iedereen zorgen. Maar over het algemeen vergeten mensen zichzelf daarin. En het heeft zoveel meer lagen. Dus dat, daarin kun je bij elk kruid wat ik noem, want elk kruid heeft zo, ik ken bij elk kruid wel mensen die het wel of niet fijn vinden. Daar zit juist dan over het algemeen ook de uitnodiging. En begin daar dan eens in, hè, als je die walging voelt bij een van de kruiden, als je dat überhaupt al voelt. Maar begin gewoon eens met een onderzoekje naar het kruid. Van hey, waar werkt het voor? Wat is de typologie? Wat is de signatuur? Wat is het mensbeeld? Herken je erin? Of denk je, nou, dit herken ik helemaal niet. Of laat het de mensen in je omgeving lezen. Herkennen zij jou daarin? Want het kan ook een hele grote blinde vlek zijn. Vaak als er weerstand is, dan zijn het onze blinde vlekken. Dus kijk eens of je, weet je, hoef je het helemaal niet in te nemen. Maar kijk eens of op die manier je iets van het kruid kan leren. En kijk of je daar in die verzachting met jezelf kan komen. En op die manier op dit stukje de reis aangaan met jezelf. Maar, nou goed, wat ik eigenlijk al de hele podcast verteld, heeft met heel veel dingen te maken. Het heeft te maken met je routine. En echt die telefoon weg, die computer weg. 'S Avonds niet meer achter de computer zitten. Ik kijk ook nog wel eens een serie. En heel vaak gaat het goed. En wat ik zeg, ik heb vrij weinig problemen met slapen. Maar ik stop wel een uur voordat ik ga slapen. Want wat ik zei, ik ga meestal zo rond 9 uur me klaarmaken. Nou, voordat ik op bed lig is het 9:30. En dan ga ik nog even lezen. En meestal slaap ik om 10 uur. Soms al, gisteren was het 10:30. En soms is het slaap ik al om 9 uur. Hè? Dus dat wisselt heel erg. Dat hangt er echt af van hoe vermoeid ik ben. Maar dan heb ik eigenlijk al een uur, anderhalf uur niet meer op mijn computer gekeken en op mijn telefoon gekeken. Dus dat is echt, dat is zo belangrijk om die discipline voor jezelf te hebben. En ja, nogmaals, hè, als dat bij jou niet kan omdat je jonge kinderen hebt of om wisselende diensten, hè, kan natuurlijk ook nog heel veel doen. Kijk dan wat er wel mogelijk is en zorg vooral of je voor jezelf een innerlijke rust kan krijgen. Dat het is op dit moment zoals het is. Want soms, nou, als je kinderen slecht slapen of 10 keer per nacht wakker worden. Ja, dat is een externe factor waar je vrij weinig aan kan doen. Je kan alleen wat doen aan hoe je er zelf mee omgaat en hoe je je voelt. En dan wilde ik nog wat zeggen. Maar dat is me even ontschoten. Nou, dan is dat niet belangrijk voor deze podcast. Want ik wilde hem ook gaan afronden.
Ja, en als je nou denkt, leuk, al die kruiden, maar hoe kom ik nou bij iets wat voor mij werkt? Want wat ik al zei, de spijsvertering komt aan bod. Nou, er zijn ook nog andere orgaansystemen, de nieren horen hier ook nog vaak bij. En welk kruid kies je dan voor jezelf? Dit ga ik je allemaal leren in het Holistic Herbalism jaartraject. En 10 november start er weer een nieuwe groep. Er gaat een klok hier vanaf. 10 november start er een nieuwe groep. 27 november gaan de deuren van het programma zelf open. Maar 10 november gaan de deuren voor iedereen die op de wachtlijst staat van het programma gaan open om je als eerste aan te melden. En in dit programma, het is een online programma met optie voor een aantal mensen om live dagen mee te doen. Mijn programma is volledig online, dus je kan waar je ook ter wereld bent. Van de week had ik een vraag van iemand, ze woont in een camper en reist Europa door. Waar je ook bent, kan je met het programma meedoen. En wat ik je in dit programma ga leren, is van A tot Z hoe je jezelf hierin kan begeleiden met kruiden. Dat je een casus, zoals dat heet, een vraagstuk hebt en hoe je daar dan tot orgaansystemen komt, hoe je daar de kruiden op uitzoekt en dat je niet denkt, oh ja, ik heb een probleem met inslapen, dus ik gebruik valeriaan en dan gaat me dat helpen. Maar dat je gaat kijken, oké, ik heb moeite met inslapen en dit gebeurt er en welke orgaansystemen horen daarbij? Hey, wat mag ik regenereren? Waarover welke orgaansystemen kan ik reinigen? En dan kom je vaak op hele andere kruiden uit. En het kan best wel zo zijn dat valeriaan ook in het recept zit. Maar dan kan je ook zo een kruid als duizendblad of kalmoes erin hebben om te zorgen dat je spijsvertering veel beter kan reinigen. Of voor je lever, omdat je eigenlijk veel te veel in het vuurelement zit gedurende de dag en veel te veel geeft, waardoor het heel moeilijk is om af te schakelen, waardoor het veel fijner is om bijvoorbeeld kruiden in te zetten voor je lever die veel meer tot rust brengen. Nou is lavendel daar een voorbeeld van, maar mariadistel is daar een voorbeeld van. Er zijn ontzettend veel kruiden die daar dan weer bij passen. En op die manier ga je een afgestemd kruidenrecept maken. Specifiek voor voor dit vraagstuk. En dat kan je dan gaan gebruiken voor jezelf. Je kan er energetisch mee werken. Dat leer ik je helemaal. Maar ook gewoon hoe je er heel pragmatisch en eenvoudig mee kan werken. Hoe je theerecepten kan maken. Of een tinctuur als je daarmee wilt werken. Of een bloesem. En hoe je dat dan voor jezelf kan gaan inzetten. En dat is een hele andere benadering dan alleen naar de klacht kijken en daar een kruid voor inzetten. Dit gaat veel dieper. Het is ook echt een helende reis voor jezelf. Omdat je jezelf grotendeels als vraagstuk gaat nemen. Je kan natuurlijk ook wel je omgeving daarin meenemen. Maar het gaat er ook vooral om jezelf te helen. Op kleine vraagstukken, op hele grote vraagstukken. En ook hele kleine vraagstukken kunnen heel groot resultaat hebben. Want als je beter gaat slapen, heeft dat voor de rest van je dag en je energielevel natuurlijk ontzettend veel invloed. Dus daar ga ik je in dit programma volledig in meenemen, van A tot Z. Het is 12 maanden, dus het is een jaar lang, waarin je intensieve begeleiding van mij kan krijgen. Allerlei opdrachten. Er staan ontzettend veel video's in. Ik geloof bij elkaar wel 100 lessen of zo. Elke maand komen we bij elkaar in een online mastermind. Waarin al je vragen kan stellen. En waarin ik dan een verdiepende les maak op jullie vragen. Niet alleen op die van jou, maar voor iedereen uit de groep. En ik doe een aantal keer per groep een live anamnese. Dus dan kun je ook zien. Dan heeft iemand een vraagstuk. En dan ga ik de vragen stellen. Zodat jullie ook kunnen zien hoe dat in zijn werk gaat. Welke vragen je stelt. Waar je op kan doorvragen. Nou, dat soort dingen. We gaan dan samen tot een kruid komen. Gewoon om te oefenen. Zodat je daar meer feeling mee krijgt. Dus het is een heel actief programma.
ja, waarin ik je echt in die diepte leer werken met kruiden. Dus de deuren van de wachtlijst, nee, die zijn nog niet open. Die gaan 10 november open. Maar je kan je dus nu wel inschrijven voor de wachtlijst. Die deuren zijn wel open. En ik zal je in de aankomende weken, dat is kort voor 10 november, zal ik je alle ins en outs nog eens een keer over het programma vertellen. Dat krijg je in video's en dan kan je gewoon kijken of het bij jou past of niet. En inschrijven is natuurlijk geheel vrijblijvend. En ja, ik heb er in ieder geval heel veel zin in om weer met een nieuwe groep te starten. En de vierde alweer. Dus dat, ja, dus ik kijk er naar uit. Goed, nu ga ik deze podcast echt afronden. Ik wens je een hele fijne dag en tot in de volgende.